Hallo kijkers en terugkijkers, goed nieuwe video. Vandaag ga ik iets nieuws doen, historical battle. En ik wil de slag om Trasimene nog eens spelen. Dit is Rome tot de war en ik heb hier allemaal historische veldslagen die allemaal in TikTok gebeurd zijn. En de eerste veldslag is Trasimene. Ik wil ze allemaal misschien wel eens uitspelen voor een video. Dus we beginnen met de eerste veldslag. Rome is not the only power rising along the shores of the Mediterranean. Another people, the Carthaginians, have imperial ambitions. Their empire is growing in Spain even as the Romans secure the Italian peninsula. For Rome, Caius Flaminius has been sent north to deal with the Carthaginian problem. And it is a problem. Hannibal Barca, the greatest Carthaginian general ever, is on the march. Units, forward! He swore an oath to his dying father that he would never give the Romans a moment's peace. Hannibal has already kept his oath at Trebia. After that victory, he forced the Romans back onto the defensive. Now, with his army at Lake Trasimene, Hannibal plans to lure another Roman army into a brutal ambush. He has every reason to hope the Romans will cooperate in their own deaths. The Romans quickly move to meet the obvious threat from Hannibal's men. Unaware of the danger, Flaminius orders his leading units to attack. Hannibal springs his trap. His waiting troops are ordered to attack the unprepared Romans. The Carthaginian plan is to sweep down on the Roman flank and drive their enemies into the icy waters of Lake Trasimene. Only courage and Roman discipline will save the Roman army. The legionaries must turn and face the oncoming Carthaginians and keep themselves from being surrounded. Hier mogen we gaan beginnen met de veldslag. De echte veldslag was van Trasimene, was dat het Romeinse leger was aan het marcheren. Er was heel veel mist. En dan hadden de Carthagers hadden zich verstopt in de mist en hadden ze opeens Romeinen aangevallen. En de meeste Romeinen trokken zich terug achter het meer van Trasimene. En daar oftewel werden ze afgeslacht door de Carthagers. Of verdronken ze. Maar even zien wat ik hier nog heb. Laat ik even al mijn troepen hier even selecteren. Die mogen hier komen. En dan deze. Zo hier. Ik moet even opstellen hoe ik het best wil eigenlijk. Deze kan misschien hier in chargen. Die komt er als bij als versterking. En ook nog het toetser. En dan zien we wel hoe het loopt. Oh nee, dat is phalanx. Terugtrekken. Tegen phalanx moet je nooit inchargen met cavalerie. Je kan ze wel van de zijkant aanvallen, maar niet rechtop. Je kan van de zijkant aanvallen. Deze mag je meten terug. En dan kan deze hier nog van deze kant aanvallen. Pak ze, jongens. Wat is hier aan gebeuren eigenlijk in vredesnaam?
ga ik ook wat sneller doen. Dat is wel een beetje vervelend om wat controle te krijgen over het hele leger. Pak ze. Oh, mag ik even terugtrekken. En nu ook in charge. Snel. Generaal is bijna dood. Misschien best hieruit terugtrekken. En ja, deze units erbij halen. Oh jee, Rip. Ons generaal is dood. Dit hebben ze dan onder controle, hoop ik. Oh nee, dat hebben ze niet onder controle. Vallen hun snel aan. Ze roepen versterking. Lopen een beetje. Deze hier een meter op de berg, zodat hij high ground heeft. Hier zo, deze kant op. Val jij hem van deze kant aan. De graphics zijn niet zo goed, zoals het spel uit 2005 of zo komt. Of hier zelfs. Kom even hier hun helpen. Langs stand houden. En dan komt versterking. We gaan ze helemaal insluiten. Oh, dat is de generaal. Deze moeten we nemen. Pak ze, pak Hannibal. Hij trekt zich terug. Hij vecht weer. Pak deze de soldaat even ook nog. Kom op, jullie kunnen het. Is niet zo moeilijk. Oké. Snel deze soldaat nog trap pakken. Yes, we hebben Hannibal. Hun generalen zijn ook dood. Oh ja. Dat ziet er niet cool uit. Hoeveel zijn aan dit overleven, zo wat hoop ik. Epic battle tot de dood. De meeste zitten verscholen in de bossen. Triple speed. Nou, dit een van de enigste. Oké, dit was dan de veldslag. We hadden gewonnen. En ik ga ze niet meer achterna zitten. Als eenmaal als er victory verschijnt, stop ik wel. Oké, we hadden in totaal meer dan 1000 soldaten. En de Carthagers hadden net iets minder soldaten, maar we hadden toch gewonnen dus. Dit was het dan. Hopelijk hebben jullie genoten. En laat je even weten als jullie ook de andere battles willen zien. Dan zie ik je terug bij een volgende video dus. Doei doei.